Ik zit nu bij Eureka, een prachtig bedrijf, innovatief bedrijf. En Gertjan Snelting vertelt er meer over. Iedere keer staat onze klant, klant centraal en reizen we af door de wereld heen om te kijken van wat nou exact zijn behoeften zijn en waar wij het, zijn ontwerp kunnen verbeteren. Hier zien we bijvoorbeeld wat foto's uit Myanmar. Eén keer zijn we daar al geweest en hebben we een prototype gemaakt, en de tweede keer hebben we ook. ...daarbij gecontroleerd van wat, wat gebruikt men nu, hoe is het terrein... ...en waar moeten de, de, de laatste innovaties over gaan. Als dat allemaal in beeld is gebracht, dan maakt onze team van techneuten een voorstel. Dat voorstel wordt uitgewerkt in 3D. Dat wordt berekend, akkoord bevonden door de klant. En vervolgens, als we fiat hebben gekregen, gaat onze projectleider ermee aan de slag... ...wordt het ingekocht en uh, uiteindelijk getransporteerd naar de klant... Al waar het definitief in elkaar gezet wordt en voorzien wordt van een training eh, zodat het, onderhoudsvrienden, of dat het onderhoud goed gebeurt en ook goed gebruikt wordt. We hebben hier onze moerasvoertuig. Ons moerasvoertuig is voorzien van een heliedek en kunnen de pontons vanuit elkaar extra stabiliteit krijgen bij het landen op, uh, op het water of op uh, moerassen. Daaronder vinden we een uh, 6 x 6 truck die door de woestijnen van Abu Dhabi rijdt met een meetstation erop en door het geweldige chassis altijd een goede bodemdruk krijgt en dus altijd rijkracht heeft. Dit Hieronder is onze nieuwe innovatie. Dat is een zelfrijdende houtversnipraar die erg compact en wendbaar is en dadelijk komt rijden op de vele. Als je hier meer over wilt weten, Twan en kijkers, kijk op mijn weblog wwwact